I got that. But then now you have to make it appealing, you know, instead of looking like a bicycle that ran into a prison gate. Which is really what I wanted it to look like, maybe even halfway through it. Maybe with a little oblique angle in it. Well, it's a heavy-duty gate. That's right. That's what Robert wants to say. Bottom line. Bottom line. He's a bottom line kind of guy. Gouden toekomst is dichterbij dan ooit. There's a $3,000 nugget right there. Maar eerst moet je graven, schrapen, knallen, schroeven, zweten, tillen, duwen, schudden, ploeteren, peinzen. And if we don't get it running quick, it's game over. Lassen, wassen, spoelen en wegen. That is crazy. Jouw avontuur begint hier. Gold Knight. Elke maandag 8:30 bij Discovery. Daar waar het bevroren wegdek. There's a lot of roads I don't want to haul logs down. Verandert in een verraderlijk modderbad. You can control ice, just put more chains on. Dat is hun werkgebied. Oh, I hate mud. Ze vervoeren het beste hout. You can't stay on the road. Let the fun begin. Over de gevaarlijkste wegen van Canada. New limits, like see how far you can go. Mud Mountain Haulers. Woensdag 9:30 bij Discovery. Je weet dat het een mooie dag wordt. How we doing? Morning. Morning. Als je werk vol uitdagingen zit. Oh, it's a bit of a sorry state. Yeah, that's broken, isn't it? Absolutely filthy. Als het dankbaar is. Yeah, that's it. En het mensen aan het huilen maakt. Op een goede manier. How did you do it? Magic. Yeah. Een nieuwe aflevering. The Repair Shop. Elke werkdag 7:30 bij Discovery. Stap in het rood, waar de hitte verstikt. Elke ademhaling een strijd is. En hartslagen hamerslagen zijn. In de jacht op de rode trui is er geen weg terug. Een grote ronde in het rood. La Vuelta, live op Eurosport. Met elke etappe live en on-demand op Discovery+. Het is misschien wel de meest geruchtmakende rechtszaak van de 90's. Crime-YouTuber Dionne Slachter. De Rodney King-rel zorgt voor oproer. En een team van experts. Met het kind in de rug geschoten. Heropenen de meest bizarre moordzaken van de 90's. Hij heeft erin geluisterd. Misschien werd ze bedreigd. Van O.J. Simpson, de Menendez Brothers, tot Gucci en Versace. Een waarschuwing vooraf is op zijn plaats. True Crimes of the 90's met Dionne Slachter. Vanaf 2 september bij ID. Soms is het leven één grote puinhoop. Troep in de keuken, ongelukjes door de kinderen of tijdens een feestje. En het vervelende is dat het vaak op plekken gebeurt waar je met de stofzuiger niet bij kunt. Maar vanaf nu is dat verleden tijd. Tommy Teleshopping introduceert Invictus One. De ongelofelijke compacte en draadloze handstofzuiger met een revolutionair slim en slank ontwerp om op smalle plekken te komen waar andere stofzuigers dat niet kunnen. Maar toch met een onovertroffen zuigkracht. Met de Invictus One kunt u manoeuvreren, draaien en roteren. Tussenin, rondom, boven, onder en achter elk object en onder elk apparaat. Hierdoor kunt u vrijwel alles grondig schoonmaken op die kleine plekken waar andere grote stofzuigers niet kunnen komen. De motor in Invictus One beschikt over een hoog vermogen. Hij is ultrakrachtig en toch ongelooflijk stil. Daarnaast heeft Invictus One een tweetraps HEPA gecertificeerd en roestvrij stalen filtersysteem om vuil en stof in de lucht te verwijderen voor schonere lucht in uw huis. En de Invictus One is zo compact en draagbaar, hij is perfect voor in uw auto. Invictus One wordt geleverd met alle hulpstukken die u nodig heeft om het schoonmaakwerk goed uit te kunnen voeren. U heeft geen last van die warboel aan snoeren. Kies voor de Invictus One van Genius.